Welkom in deze nieuwe video van Bolstar Stad. Met een beetje luider dan moet gaan zitten. Zo, ik heb vandaag een post gekregen. En ik ben wel eens benieuwd eigenlijk wat erin zit. Dus een mooi pakketje. Even openmaken. Een enveloppe. Leuk altijd. Studio 100. Wauw, met de kader hierop. Dat is echt super, super mooi. Wauw. Echt prachtig. Eens even lezen wat er staat. Hè. Ik kreeg niet zo heel vaak van mail. Dus dankjewel daarvoor. Lieve Stil, ik stuur je deze kaart omdat ik jou even wilde laten weten dat ik je video's super leuk vind om te bekijken. Ik ben zelf ook een grote fan van KD en Studio 100. Ik geniet van de vreugde die jij ervan krijgt. Ik herken dat zelf ook. Ik weet dat de afgelopen tijd heel heftig geweest is voor jou. Maar je doet het hartstikke goed. Ik weet dat jouw moeder erg trots op jou is, van boven vol liefde over jou waakt. Blijf leuke video's maken en je hart volgen. Onthoud nooit iets van een ander aantrekken. Je bent goed zoals je bent. Dikke kus, een van je grootste fans. Dankjewel voor deze leuke fanpost. Eigenlijk, daar ben ik echt super blij mee. Zo. Dus ga ik mooi op een cassette. Kijk, ik kan het ook laten zien waar ik het cassette. Normaal hang ik alles op. Dus maar. Heb ze, kijk. Hier staat de kaartje. Naast deze. Prachtig toch? Prachtig, prachtig, prachtig. Het is echt heel mooi weer. Ik probeer de konijn naar buiten te sturen. Konijnen weer naar buiten, nu het gewoon weer is. Snap de konijn soms toch ook niet. Eerst was ze heel de dingen bij hem. En dan moet je zien op buiten. Ik snap dat niet. Ik snap het echt niet. Ik verkeer dat nog steeds niet in working. Dus, het is echt heel mooi. Het is precies het is zomer. We worden dus loopt zin in een korte broek aan. Zo gaat dat nu helemaal in een korte broek. Ja, gisteren heeft mijn grootste voorbeeld mij toegevoegd op Facebook. Namen noem ik niet, want die persoon weet zelf ook wel wat het is. Nu ga je kijken dat er gewoon een postbode geweest is. Dus maar ik ben altijd heel blij met fanberichten en zo. Ook via mail. Ik kan nu ook altijd sturen via mail. Via Bolstar is dat dan. Je ziet, ik ben al echt helemaal veranderd. Dat is echt een normaal gezelf. Mijn eigen ziet er nog wel. Het is ook helemaal vol. Eens even zien, wat is dit? Ik heb toch altijd heel veel papier bij ze. Zo. Het zijn meerdere reclameblaadjes. Dat is anders. Ik ben eens benieuwd eigenlijk wat de begeleider van mijn haar gaat vinden. Natuurlijk is mijn haar helemaal veranderd. Ik heb ook weer al zo van die gekke video's gemaakt op TikTok. Bij mijn fanaccountje van de 1 heb ik bijna 1k, dus dat is niet slecht, hè. Daar ben ik echt wel fier op. Echt super fier op. Dus ja, laat maar komen, zou ik zeggen, de 1k. Bij de ander, mijn eigen account, heb ik bijna de 11k, dus ik kan echt niet voorstellen hoeveel mensen dat eigenlijk allemaal ja, de mensen dat echt allemaal gaan bekijken en mensen echt gaan volgen. Ik ben echt wel heel trots op eigenlijk op mezelf. Ik doe het echt totaal niet voor de volgers, maar ik vind het wel leuk natuurlijk
omdat je dan toch wel een beetje, ja, toch een stukje, een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen, compliment krijgt voor wat je doet eigenlijk. Ik krijg ook heel veel haat op mijn kop nog steeds, ook in de live, maar ik ben sterker dan ooit. En dus we gaan richting de winkel. Zullen we maar eens een tonnetje meepakken. Ik ken dat. Als je dat niet meepakt, dan is het van dat, hè. Dan heb je een tonnetje nodig, anders niet. Ken je dat? Als je dat niet moest kennen, geen probleem. Ik ken het wel. Warm vandaag. Het gaat nog warmer worden. Maar dan staan die mensen daar geparkeerd. De blauwe lucht weer te lengte. Super. Ik sta hier nog op van gisteren en die schuif gaat ook niet af. Die zit er ook al een hele tijd. Langer dan dat je zou denken. Het is hier echt heel rustig in de winkel. Echt rustig. Het is hier nog nooit zo rustig geweest. Eigenlijk. Ik koop dus nog een bak boter, dus als mijn broer die dat meebrengt. Hier staan, normaal zie je wel. Ik zal zo een beetje kijken. Dit is een winkel. Wat ik moet hebben, niet. Een warm buik zelfs. Zo. Dan pizza meenemen. Pizza. En lasagne. Dat nemen we mee. Snoepjes voor de kat. Ik heb altijd dezelfde. Deze. Het is wat meer drukker omdat het ook, ja, we zijn in het draal, dat is zo van, je moet hier wel nog lopen, dus. Ik ga nog wat kalkoen pakken. Dat is het eigenlijk. Ik kan niet. Zo, ik heb er alles in gestoken. Alles zit er momenteel in. 4 euro voor alles, dat valt nog mee wat ik heb gepakt. Dus, ja. Het is echt wel heel warm buiten. Maar ja, eerste zon is altijd heel goed, hè. En dat zit er namelijk in. Een helm op. Daar kunnen we vertrekken. Sleutels natuurlijk ook, want anders kunnen we niet vertrekken. Zo. Hier staan we voor de poort. Ja, ik had heel dat stukje papieren filmen voor jullie, maar dat staat er dus niet op wat ik heb gereden. De camera vergeten aanzetten. Dus voor niets. De camera heel de tijd heb je fiets vast te houden. Maar goed, er valt niet veel tegen doen.
er eens uithalen. Wat in de rustzak kan, steek ik in de rustzak. Wat niet in de rustzak kan, moet ik gewoon zo dragen. Dus pizza. Ik kan nog veel in, dan gaan ze het zien. Hè. Zo. En nog een dessertje. Goed, dat wil niet zeggen dat ik dat vandaag op eet of morgen. Maar gewoon als het in huis is. In huis, hè. Ja. Ga je bakken. Zo. Het wordt steeds moeilijker en moeilijker om te vloggen, omdat met die nieuwe regels niet gemakkelijk. Maar ook kom ik niet zo heel veel naar buiten, dus maak het ook al heel moeilijk om te vlaggen. Zo. Dan zal wij rap droog zijn, denk ik hier. Zo. Het keukentje. Mooi, hè? Vind ik ook. Zo. Even hier opzetten. Ja. Wat heb ik nu gekocht? Afgewassen. Dit. Ja. En dan nog lasagne en zo. Kocht dus pizza in de oven steken. Zo. Ik moet het meteen wegdoen, hè. Voilà. Dan hebben we dat ook wel gehad vandaag. Zo. Hopelijk vond je dit een leuke video. Doe dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.